Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 27 april. Ik ben klaargemaakt. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is Koningsdag. Nou ja, het zal niemand verbazen. Ik doe hier verder helemaal niks aan. Ik heb wel iets oranjes aangetrokken, maar dat is het ook wel. Ik doe verder helemaal niks aan Koningsdag. Er wordt hier verder ook niks georganiseerd hoor, in mijn woonplaats. Nee. Veel mensen die zullen wel op vrijmarkten lopen en misschien aan het feesten zijn. Al zijn er vast wel heel veel mensen die ook al vannacht hebben gefeest. Maar nee, verder doe ik er niks aan. Ik vind het ook vaak te druk en nou ja, kan er toch allemaal niet heen. Dus het is prima zo. Het enige waaraan ik ook merk dat het Koningsdag is, is dat de vlag buiten wappert bij sommige mensen. Kijk, hier hangt de vlag. Het wimpel. Dus dat is het enige waarvan ik denk, ja, het is Koningsdag. Ja, dat is het ook wel. Het enige wat ik vandaag doe, dat is eten bestellen. Dat doe ik altijd op Koningsdag, maar verder wordt het een basic dag. Ik moet gewoon aan de poets. Ik ga eventjes mijn doodles afmaken. Ik heb zelfs mijn nagels niet oranje gemaakt. Ik had er gewoon allemaal niet zoveel zin in, dus ik denk, nou, het is prima. Gisteravond heb ik meer uit het First Sight gekeken en je merkt nu dat het einde dichterbij komt en het is ook wel goed, want we zijn natuurlijk al een tijd onderweg. Ik snap echt van sommige mensen niet dat ze beter gecast worden. Ik denk echt dat de casting beter moet, want er doet nu een vrouw mee, Kim heet zij. Zij heeft nog heel veel verdriet van haar overleden ex-vriend. Was ook pas een jaar geleden dat hij overleden was. Maar ja, en dan stapt ze in zo'n avontuur en ik denk gewoon eigenlijk dat het voor haar helemaal niet goed was. Ik snap het ook niet helemaal. Ze heeft een huis op Tenerife. Dus of ze daar nou weer terug heen gaat, dat weet ik ook niet. Want ze logeert nu bij haar tante als onderkomen. Dus ik snap het ook allemaal niet zo goed. Maar ja, op zich, het was wel weer leuk. Maar ja, ik vind het ook goed als het straks klaar is. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Nou ja, ik heb verder de vlog afgemaakt. Ik heb wat nieuwe boeken op mijn e-reader gezet. Ik heb mijn foto's bewerkt. Ik moet alleen nog even een paar nieuwe maken, want daar was ik niet tevreden over. Dus dat moet nog wel eventjes gebeuren. Die moet ik dan nog wel even bewerken voordat ik de blogpost kan schrijven vanavond. Nou ja, toen ben ik weer Dirty Lines gaan kijken. En ja, ik weet ook helemaal niks van die 80e jaren. Dus het is voor mij ook allemaal een beetje abracadabra. Maar op zich, het kijkt wel lekker weg. En ik ga hem ook echt wel uitkijken, maar het is nou niet een serie van hele hoogstaande kwaliteit. Ik heb wel eens betere Nederlandse series gezien. Daarna heb ik Flikken gekeken, dus dat was het ook wel. Ik moet ook de boodschappen nog opruimen. Die staan hier nog. Ik had geen zin meer om naar boven te gaan gisteren. Ik had weer een moment gisteren. Ik ging de vriezerspullen ging opruimen. Dus ik kom de gang in en ik hang in eerste instantie mijn sleutels terug aan het haakje. En ik zie daar in de hoek me een spin zitten. Nee, echt zo'n eentje. Dus ik pak mijn ragenbol en ik haal die spin weg. Maar toen ging die lopen. En ik gilde. Echt, ik gilde helemaal. Martien Meiland was er niks bij. En nou ja, dat was echt heel eng. Echt weer, ja, die tijd ga je weer in. Ik heb weer zoveel beesten. Ik heb lieve heersbeestjes. Daar heb ik ook heel veel van. Die komen ook in huis. Hoe ze binnenkomen, Joost mag het weten. Maar die komen ook bij mij in huis. Nou, spinnen, het is allemaal weer lekker. Maar goed, ik ga de schoonmaken. Ik ga jullie gewoon meenemen. En daarna ga ik even wat doodles steken. En die maak ik dan morgen verder af. Want het is natuurlijk de laatste week van de doodles van april. Dus die moeten ook even af. Dus ja, ik ga eventjes aan de gang. Dus ik neem jullie mee. Thank you.
Even genieten van deze heerlijke white chocolate mocha flavor van de Starbucks. Die ga ik even lekker opdrinken, want daar heb ik wel zin in. Zo, ik heb de boel klaar. Er was gisteren nog iets vervelends gebeurd. Ik had namelijk een spannetje met mijn uitgebakken spekjes. Daar zat nog vet in en een beetje boter. En die zou ik gaan afwassen en dat pannetje knalt van mijn gasstel af. Dus ja, je raadt wel wat er gebeurt. Alles was super vet. Dus ik had het wel gelijk schoongemaakt met keukenpapier en gelijk dassie erop gespoten en het goed schoongemaakt. Maar je merkte toch nog wel dat het een beetje vet was. Dus ik was wel heel blij dat ik nu ook kon dweilen. Maar alles is in ieder geval wel weer lekker schoon. Dat is wel weer fijn. Ik heb even wat doodles getekend. Het is nog niet af, dus daar ga ik morgen mee verder. Want ik ben pas bij 22, dus ik loop best wel achter. Maar op zich, nou ja, prima, weet je, dat komt wel weer goed. De katjes hebben hun koningsmaan ook op. Ik straks. Ik zal straks nog wel even filmen als ik mijn eten binnen heb. Dan plak ik dat wel even hierna erachteraan. Dat zet ik er dan nog wel even bij. Verder was het een hele normale dag, wat ik al zei. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen. Dan wel straks lekker douchen, want ik vind het echt best wel koud. Ik weet niet eens hoeveel graden het is. Eens kijken. Hoeveel graden is het? Ja, het is koud. Het is vandaag. Waarom staat hij hier niet op mijn eigen locatie? Wat is dat nou hier volgens mij? Ik word er niet goed van elke keer. 12 graden. Ja, het is ook gewoon heel koud. Dus straks even lekker warm douchen. Vanavond ga ik kijken naar Verslaafd en de slechtste chauffeur van Nederland. Die foto's moet ik nog doen. Chips, dat heb ik nog niet gedaan. Oh, dat ga ik zo eerst nog even doen, die foto's doen. En dan kan ik vanavond een blogpost schrijven en even de thumbnail maken voor mijn vlog van morgen. En dan ga ik verder met Dirty Lines en ook nog Flikken, dus dat wordt het ook. Maar ik laat dus nog wel even mijn eten zien straks als ik dat binnen heb. Maar nu ga ik in ieder geval eventjes lekker relaxen. Hele goedemiddag op deze donderdag. Het is 28 april en ik heb al een video voor jullie opgenomen, dus dat is top. Ik hoop dat het allemaal een beetje goed gelukt is, maar dat moet ik maar even gaan zien met het editen. Het is wederom wel weer fris. Het is wel wat zonniger als gisteren, maar ik heb het nog steeds wel een beetje koud. Ik heb gisteren al het heerlijk eten besteld. Dat was echt heel lekker. Het duurde wel wat langer voordat het aankwam. Daar had ik al wel een beetje rekening mee gehouden, want ik denk, ja, weet je... Heel veel mensen doen dat op een dag als gisteren, maar het was wel echt heerlijk. Ik heb verder ook echt weinig meegekregen van wat er allemaal is gebeurd in het land. Ik heb een klein stukje van gezien dat ze in Maastricht waren, maar verder ook eigenlijk ja, vooral heel veel feestende dingen, maar niet echt heel veel bijzonders of zo. Ik heb gisteravond lekker naar Verslaafd zitten kijken, was wel heel heftig ook. Vooral omdat deze vrouw ook echt ontkende dat ze een drankprobleem had. Ja, en dat is natuurlijk vaak zo bij iemand die verslaafd is. Dus dat was wel heftig. Vooral die zoon was heel zielig, want die zat er echt heel erg mee. Daarna heb ik de slechtste chauffeur van Nederland gekeken. Er mocht nu iemand naar huis. En ik had al wel een beetje verwacht dat deze naar huis zou mogen. Want op zich kon hij best wel, moest hij gewoon echt zijn snelheid gewoon wat meer aanpassen. Was ook wel heel heftig, want ze kregen een verhaal te horen van een gezin die dus betrokken is geraakt bij een auto-ongeluk. En ja, dat was echt wel heel heftig.
het raakte de kandidaten ook wel, zeg maar. Ik heb daarna mijn blogpost geschreven. Daar heb ik wel wat langer over gedaan, omdat ik die foto's nog even moest bewerken. Ik heb een thumbnail gemaakt voor de vlog, dus dat was top. En daarna heb ik Dirty Lines gekeken. En heb ik Flikken gekeken, dus dat was het ook. Ik heb wel heerlijk genoten van mijn Red Bulletje, dus dat was wel heel fijn. Ik ga even stofzuigen en de kattenbakken doen. Dan denk ik dat ik nog even aanbeelden wil maken van de producten van de Zeeman. Voor die video, ik weet nog niet precies wanneer die online komt, maar dan heb ik dat in ieder geval gedaan. Dan kunnen de producten ook gewassen worden. En daarna ga ik even lekker doodles tekenen en dan ga ik jullie dan bijzetten. Maar eerst maar even zorgen dat er stof gezogen wordt en even de lamp en zo weer opruimen van het filmen. Even fijn, even lekker doodles getekend. Ik moet er nog een paar, maar ik moet steeds eventjes nakijken wat er nou bij nummer 30 komt. Ik kan nog steeds niet lezen. Maar ik had alweer een probleempje, want ik had net mijn vinger beschadigd. Ik had zeg maar een potlooddoosje en de deksel vloog eraf. Nou, dat vind ik altijd heel vervelend, dus ik wilde dat weer eigenlijk gaan maken. Maar er zat zo'n ijzerdraadje zat erin en die moest je dan precies in die gaatjes doen. Ging heel lastig. Dus nou, ik was daar een beetje mee bezig. Ging allemaal niet zo makkelijk. Dus uiteindelijk had ik hem aan één kant er doorheen. Toen moest hij aan de andere kant nog. Maar toen moest ik dus zeg maar aan de achterkant van dat ijzerdraadje duwen. Ja, dat gaat in je vingers. En dat is niet zo heel prettig. Maar het is uiteindelijk wel gelukt. De doodles zijn helaas nog niet helemaal af. Dus ik maak ze van het weekend wel even af. Of anders volgende week. Dat komt wel goed. Dan zijn ze in ieder geval klaar. Dus dat is wel fijn. Nou, ik heb ook even de aanbeelden gemaakt, dus dat is ook mooi gedaan. Dat vind ik ook wel fijn. Ik heb momenteel echt, het is momenteel heel druk in mijn hoofd met wat ik allemaal wil doen voor video's en zo. Dus ik moet eigenlijk weer eventjes een planning gaan maken, want dat hielp de vorige keer heel goed. Dus ik denk dat ik dat eventjes ga doen. Misschien dat ik dat vanavond wel eventjes ga doen, want dan heb ik even wat rust in mijn hoofd van wat wil ik nou allemaal gaan doen qua video's. Dus wat ik al vooruit kan plannen, kan ik dan al gaan plannen. Ik ga nu nog even lekker relaxen. Ik heb een beetje droge ogen. Dus mijn huid bij mijn ogen is een beetje droog. Doet een beetje zeer. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je meester Frank Visser. Hoe is het nu met? Dus dat ga ik kijken. Goeie tijden was ook wel spannend gisteren. Ja, ook wel sneu, want er ging iemand dood. Dus dat was wel zielig. Ik zag er ook heel eng uit trouwens. Dan ga ik na meester Visser ga ik... Even de politie-eenheid terugkijken. Ik moet sowieso even foto's bewerken. En dan ga ik nog even zien wat ik ga doen. En sowieso Dirty Lines kijken en flikken. En ik ga ook even de nagellak eraf halen. Want op deze hand ziet het er op zich nog redelijk goed uit. Ja, ik heb hier flinke chips. Maar deze heb ik echt al wel een paar chips.
Want een nagel voelde ook heel ruw aan. Dus die moet even geveld worden. Ik denk dat ik het wel eventjes lekker af ga halen. Ook wel lekker dan eventjes weer een paar dagen luchten voordat er weer een nieuwe kleur op gaat. Ik ga jullie in ieder geval morgen even zien. Want ik ga nu verder toch niks meer doen. Dan even lekker relaxen. Want ja, die vermoeidheid blijft nog steeds wel een beetje. Dus nou ja, dat zal vanzelf goed komen. Maar dan luister je toch even wat meer naar je lichaam. Dus dat ga ik mooi even doen. Dus ik ga zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 29 april en ik heb het ijzig koud. Ik had het gisteravond al heel erg koud. Ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, ik heb momenteel de verwarming niet aan. Ik zal eens even kijken op hoeveel graden hij nu staat. Het is hier nu 18 graden, dus die gaat vanavond wel weer even aan, want het is gewoon te koud. Het is buiten momenteel. We gaan even kijken. 12 graden. Ja, dat is echt wel even nodig dat die vanavond aangaat. Maar het kwam. De afgelopen tijd was het bij mij binnen gewoon heel warm. Want dan bleef die soms al op 20, 21 graden staan. Toen dacht ik, ja, dan ga ik de verwarming niet voor aandoen. Maar ik merk nu dat ik het gewoon echt wel koud heb. Ik heb het in mijn bed ook zo onwijs koud gehad. Het was echt niet leuk. Maar ja, je doet er niet zo heel veel aan, helaas. Dik onder de deken kruipen en dat is het ook wel. Ik heb gisteravond meester Frank Visser hoe is het nu met gekeken. Ik vind het altijd wel leuk om te zien hoe het dan naderhand met mensen gaat, zeg maar, nadat de uitzending is geweest. Nou, hier zit bij sommigen zitten niet zo heel lang tussen. Sommigen echt maar een maandje, sommigen iets langer. Maar op zich, ik vind het altijd wel mooi om te zien. Ik heb ook nog even lekker Animal Crossing gedaan en ik had een kampeerder in mijn kampeerplek. En toen had ik een appje gestuurd in een groepschat van kijk wie er bij mij logeert. Toen zei Nathalie vanmorgen, oh die had je moeten nemen, die is leuk. Zei, ja, te laat, hij is weg. Ik heb daarna even de politie-eenheid gekeken. Dat was ook wel weer heel interessant om te zien. Ik heb mijn foto's bewerkt. Nou, dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb even het nieuws gekeken en dat soort dingen. Toen ben ik verder gegaan met Dirty Lines. Ik ben er alweer bijna doorheen, want het zijn maar 6 afleveringen. En ik ben vanavond al bij 5. Dus, dat en daarna heb ik flikken gekeken. Dus dat was het ook wel. Ik ga zometeen eventjes een was aanzetten. En dan ga ik de slaapkamer lekker doen. Lekker mijn bed verschonen. Dus op zich ook wel weer lekker om eventjes goed aan de gang te gaan naar... Dus ja, ik moet even wat dingen naar boven brengen, want de spulletjes van de Action staan er nog. En ik heb de shoplog nog niet opgenomen, dus die moeten even naar boven. Het doosje van Boozy Shop staat daar nog, die kan even naar boven. Dus ook even lekker wat opruimen en dan hoop ik dat ik het wat warm krijg. Dus ik ga jullie ook gewoon weer meenemen. Ik heb verder niet zo heel veel te vertellen, want ja, er gebeurt gewoon niet zoveel in de tijd dat ik jullie niet zie. Dus ik ga dat eventjes doen, dus tijd om even aan de gang te gaan. Zo, was verzameld, maar ook even een andere trui aangetrokken, want ik had het veel te koud. Dus eventjes lekker een warme trui, want ik kon het niet handelen met de kou. Dus dit zit even wat beter.
kijken hier nog even de glaasjes van mijn moeder van dichtbij. Hoe leuk ze zijn. Ook een mooi formaat. Lekker voor je drinken. Zijn ook iets kleiner als degene die ik zelf had gekocht. Maar vind ik ook wel heel fijn. Dus ja, echt super leuk. Super mooi vormgegeven. Zo, klaar. Ik heb het inmiddels wat warmer gekregen. Was ook wel te verwachten natuurlijk met het schoonmaken. Maar was wel lekker. Ik heb de was ook al klaar. Die kan zo, hoef alleen zo nog even op de knop van de droger te drukken. Dan kan die drogen. Dus dat ging ook mooi vlot. Maar fijn, lekker weer een schoon bed. Kunnen jullie daar ook zo van genieten van een schoon bed? Ik vind het jammer dat YouTube is gestopt met polls. Want soms zou ik het wel eens leuk vinden om een poll neer te zetten. Maar dat kan helaas niet meer. Maar goed, ik ben weer blij. Ja, katten hebben ook net lekker gegeten. Ik ga zo even wat drinken. Ik heb een beetje een droge mond. Ik heb het stopje wat ik van Frank heb gekregen ook heel leuk neergezet inmiddels. Dus ja, allemaal top. Lekker opgeruimd. Dus ik ben wel weer heel blij. Zometeen ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je de finale van de Alleskunner. Ik ben wel heel benieuwd wat er daarna komt. Aangezien de voetbal vandaag Inside definitief nu gestopt is. Ik kreeg straks de melding dat het definitief van de buis is gegaan. Dus ik ben wel heel benieuwd wat ze nou in plaats daarvan gaan uitzenden. Maar goed, ik ga daarna gewoon Nieuw Amsterdam kijken hoor. Dus verder niet bijzonder. Ik moet de video in elkaar zetten. Ik moet een blogpost schrijven. Maar ik had een nieuwe getinte lippenbalsem uitgetest. Maar de kleur vervaagt wel heel erg, vind ik. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga sowieso verder met Dirty Lines en vanavond heb ik de kraak. Dus ik hoop dat hij er dit keer wel op staat. Vorige week miste ik natuurlijk de laatste stukjes. Eigenlijk moet ik kijken of ik die misschien nog even terug kan kijken, anders snap ik het misschien niet. Dus dat is wel een beetje vervelend, dus ik hoop dat het nu wel even goed gaat. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit van tevoren. Dus ja, verder eigenlijk allemaal wel lekker, maar ook niet heel veel meer te vertellen. Dus ik ben wel blij. Ik ga jullie in ieder geval gewoon morgen weer zien, want ik ga nu even lekker relaxen. Want ik merk nog steeds dat ik nog steeds een beetje moe ben, snel hoofdpijn heb en zo. In ieder geval met deze trui was het wel lekker om schoon te maken. Maar ik denk, ja nu denk ik de verwarming gaat niet aan. Maar misschien als ik het straks eenmaal weer kouder heb, dat die dan toch aangaat. Maar dat ga ik wel even zien. Goed, nu ga ik eventjes lekker relaxen, dus tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 30 april. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het weer ijskoud. Ik heb voor het eerst gisteravond ook de verwarming weer aangezet. Want ik vond het echt veel te koud. Dat was wel prettig. Dan was het iets warmer. Maar ik merk wel dat ik het nu wel heel fris heb. Maar het is ook maar 10 graden buiten. Dus op zich ook niet zo heel gek. Ik heb gisteravond de Alleskunner VIPs gekeken. De finale. Ja, degene die ik hoopte die zou winnen heeft helaas niet gewonnen. Dus op een gegeven moment had ik zoiets van, nou het zal wel. Ik vond het wel hele moeilijke opdrachten die ze nu ook hadden. Dus het was ook niet heel makkelijk. Maar het was wel leuk om te zien. Daarna heb ik Nieuw Amsterdam gekeken. Dat was ook wel weer leuk. Toen ben ik de video in elkaar gaan zetten. En heb ik mijn blogpost geschreven, thumbnail gemaakt en dat soort dingen. Toen ben ik Dirty Lines gaan kijken. Vanavond als het goed is de laatste aflevering. En daarna de kraak. Die stond er nu gelukkig helemaal op. En dat had een hele spannende wending. Waardoor ik het ineens weer super spannend vond. En wel heel erg benieuwd ben geworden naar volgende week. Dus dat was wel heel erg leuk. Ik ga zo meteen eventjes papieren versnipperen. Ik heb heel veel papieren die weg kunnen, maar ik vind dat soort papieren wel fijn om even door de versnipperaar te halen. Die heb ik gelukkig, dus dat ga ik zometeen ook gewoon eventjes doen. Dus ik ga gewoon zo eventjes, als ik stof gezogen heb en de bakken heb geschept, ga ik gewoon even de spullen erbij pakken. Ga ik gewoon even op de grond dat versnipperen, want er zit niet een heel lang snoer aan, dus het is handiger om dat op de grond te doen. En dan ga ik daarna nog even bullet journalen. Dus ik ga jullie gewoon meenemen als ik de papieren ga versnipperen. Ik vind het zelf ook wel leuk. Ik zal er ook eventjes een boodschappentas naast zetten. Zodat de papieren ook gelijk als de versnipperaar vol is daarin kan doen. Dan kunnen die maandag gelijk de oude papierbak in. Dus dat is eigenlijk voor nu even de planning. Dus ik ga eventjes wat doen. I'm not going to do that.
Zo, twee tassen vol met papier. Ik denk dat Hollebolle Gijs hier heel blij van zou worden. Maar dit is mooi allemaal weg. Is allemaal uit mijn la. Kan ik die map weer een beetje gaan inrichten voor andere dingen. Hier ben ik al heel blij mee. Zo, ging af en toe een beetje moeizaam. Dan zat het papier een beetje vast. Kreeg ik uiteindelijk wel weer goed los. Ik heb af en toe een beetje het idee dat hij een beetje moet afkoelen. Dat je dan niet gelijk in één stuk door kon. Dus ik heb tussendoor gewoon even ook zitten bullet journalen. En dan gewoon na een paar minuten kon ik weer verder. Maar het is uiteindelijk allemaal weg. Ik zie daar nog een verdwaald snippertje. Die moet nog even weg. Maar wel lekker dat alles nu hier mooi weg is. Dus dan ga ik binnenkort ook weer even verder met alles weer netjes in de mappen te stoppen. Maar dit moest in ieder geval allemaal weg. Dus dat is mooi gelukt. Bullet journalen was ook wel even goed. Ja, ik heb eigenlijk gewoon eventjes de maand april afgerond voor mijn YouTube en blog. En dat is het ook wel. Dus verder niet heel spectaculair omdat dit niet helemaal mee zat. Maar ik ben blij dat het allemaal weg is. Dus dat is wel lekker. De katten hebben net gegeten. Ik heb ze iets minder gegeven, een half zakje. Dan eten ze het wel op. Want elke keer laten ze het staan. En dat werkt gewoon niet. Dus nu hebben ze het mooi opgegeten. Dus dat is fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen, eten, Ajax kijken. Ajax moet vanavond spelen. Dus wel zin in. Daarna heb ik ook het jaar 2010. Dat vind ik heel leuk. Want dat weet ik allemaal nog wel een beetje. Dus dat vind ik wel leuk. En ik ga vanavond even BN'ers in het ziekenhuis mee beginnen. Want dat heb ik nog niet gekeken. Dat wil ik even terug gaan kijken. Dus dat wil ik ook even gaan doen. Verder wil ik de vlog gaan afmaken. Of voor het grootste gedeelte in elkaar gaan zetten. Heb ik dus de laatste dirty lines. En ga ik verder met roosgeur en vodka lime. Dus dat wordt verder ook wel de avond. Sowieso nog wel eventjes lekker Animal Crossing spelen. Maar verder niet heel veel spectaculairs of zo. Dus ja, dat eigenlijk een beetje. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder toch niks meer doen. Ik moet nog wel even zo het gehakt eruit halen, want dan moet ik morgen balletjes van draaien. Dus ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 1 mei. Ik zit even lekker op de bank. Ik heb gisteravond Ajax gekeken. Was een fijne wedstrijd, gewonnen met 3-0. Altijd fijn, dus dat was wel heel fantastisch. Ik heb ook wat een jaar gekeken. Was heel erg leuk. Het jaar 2010. Ik wist wel iets minder dan ik had verwacht. Sommige dingen wist ik echt nog wel. Maar sommige dingen dacht ik ook echt. Oh, is dat alweer zo lang geleden? Dat wist ik dan niet meer. Maar het was wel heel leuk. Toen ben ik de BN'ers in het ziekenhuis gaan kijken. Dat is momenteel op SBS6 te zien op woensdagavond. Dat heb ik opgenomen. Er gaan dus 4 bekende Nederlanders. Nou ja, in dit geval 3 bekende Nederlanders. Want er zit 1 bekende Vlaming bij. Philip Geubels namelijk. Die lopen dus mee in het ziekenhuis. En ik vond het best wel aangrijpend. Maar ik vond wel, zoals Philip deed het ook echt wel heel erg leuk. Hij doet het op zich ook wel weer met op een manier dat hij wel grappig is. Maar hij doet ook wel heel serieus. Dat vond ik wel heel leuk om te zien. Want ik ken hem eigenlijk alleen maar als de grappenmaker. Dus ik vond het op zich wel heel leuk. Maar ik vond het ook best wel aangrijpend, sommige dingen. Dus het was best wel heftig. Ik heb mijn vlog voor het grootste gedeelte ook afgemaakt. Daar ben ik mee begonnen, moet ik zeggen. Want ik kan hem nog helemaal niet afmaken natuurlijk. De vlogweek is nog niet voorbij. Toen ben ik Dirty Lines gaan kijken. En daarna Roze Geur en Wodka Lijn. Ik ben dus nu door Dirty Lines heen. Dus vanavond moet ik wat anders uitzoeken. Ik heb nog geen idee wat. Is het een serie die ik per se zou aanraden? Nee.
Weet je, er gebeurt niet heel veel spannends. Ik vind het toch wel leuker als een serie ook wat spanning heeft. En dat heeft deze serie niet. Maar om het makkelijk weg te kijken was het wel leuk. En ook wel een heel leuk boek aan het lezen. Ik ben er nu bijna doorheen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit afgerond gaat worden. Want het was niet een heel dik boek. Dus ik ben wel benieuwd hoe ze dit in korte tijd gaan afronden. Of dat er misschien nog een vervolg op komt. Maar dat weet ik dus niet. Nou ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik ga zo meteen even groenten afhalen en stofzuigen. En daarna even foto's maken. Dat wordt het ook wel. Verder niet heel veel bijzonders of zo. Vind ik ook wel even lekker. Eventjes een rustige zondag meestal. Dus ja, prima. Net al even lekker met de katjes geknuffeld. Ik heb het gezichtsmasker gebruikt van Essence voor de nacht. En die was echt heel lekker. Want die rook naar lavendel. En ik heb het idee dat ik er ook heel erg goed van ga slapen door die lavendelgeur. Dat het me heel rustig maakt. Dus ik vond hem echt wel heel erg fijn. Dus ja, het is wel heel lekker. Maar goed, er komt nog een review van online op mijn blog. Ja, ik ga nu even stofzuigen en eventjes de dingetjes doen. En dan zal ik straks nog wel even fotospullen laten zien. De fotospullen. Het leek me leuk om deze massageborstel eventjes ook een artikel over te schrijven. Dus die ga ik eventjes mooi fotograferen. Ik heb hier een Multi-Action Protection Primer van Essence met een Blue Light Protection en SPF 15. En twee oogschaduwpalettes van Fab Factory. Dus ja, hier ga ik mooi eventjes fotootjes van maken. Dus dat mooi klaar. Dus ja, ga ik mooi even doen. Zo, ik heb inmiddels alles klaar. De foto's zijn gedaan. Ik heb alles ook alweer lekker opgeruimd. Ik heb een wasboven in de kast gelegd. Ik heb de groenten afgehaald. Ik heb het gehakt gedraaid. Ik had dus allemaal restjes gehakt in de vriezer. Dat heb ik bij elkaar gegooid. En pardon, kon ik uiteindelijk vier balletjes uitdraaien. Dus ik heb er twee in de vriezer gedaan. Dan heb ik er twee vanmorgen. Dat is wel fijn. Dus ik heb ze even goed gekruid en lekker gekneed. Dus dat ja, vind ik wel fijn. Want zo kom je ook van je restjes af. Dus dat is op zich niet heel verkeerd. Ik ga nu zo nog even lekker relaxen. Ik heb hier zoveel droogheid weer onder mijn ogen. Of het daar weer aan het spul ligt, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik toch een keer misschien ergens anders mijn spul moet gaan halen. Want ik droog echt helemaal uit. Het is niet fijn. Het ging best wel een tijd goed. En het is niet dat het er heel slecht uitziet. Maar ik voel gewoon dat ik wat droge plekken heb. Maar goed. Ik ga zo meteen in ieder geval even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Ik heb vanavond zwarm, maar daar heb ik wel zin in. Vanavond kijk ik Alberto Stegeman. Ik ga sowieso mijn nagels even doen. Je hebt ook Million Dollar Island. Dat wil ik even kijken. Ik moet foto's bewerken voor mijn blog. En verder, ja, ik weet het eigenlijk nog niet. Ik moet sowieso een nieuwe serie uitzoeken. En ik heb echt nog geen idee welke serie. Ik ga wel Flikken kijken, maar verder is het allemaal eventjes zoeken en gewoon nog eventjes lekker Animal Crossing doen. Ik moet nog heel veel opruimen daar, dus ja, ik heb wat dat betreft nog wel gewoon een lekker avondje voor de boeg. Dus niet heel bijzonder, maar gewoon relaxed. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb boven nog wel een paar spinnen verwijderd, want het is weer bar en boos met de spinnen. Ja, ik moet ook gewoon boven echt weer eventjes verder, maar het is momenteel eventjes weer zo druk in mijn hoofd dat ik gewoon eventjes allemaal niet weet hoe en wat. Ik merk het ook gewoon met de video's. Ik heb nog zoveel ideeën voor video's die ik wil gaan opnemen en ook aanvragen die binnenkomen. En dat ik soms gewoon even niet weet hoe ik het allemaal rond moet krijgen. Maar goed, vanavond ga ik echt even die planning maken, want dat zou ik afgelopen week al doen en dat is niet gebeurd. Dat ga ik echt eventjes doen. Goed, ik ga nu in ieder geval eventjes lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 2 mei. Ik ben klaargemaakt. En de zon schijnt weer eens. Het is hier 19,5 graden binnen. Dus de temperatuur is weer wat opgelopen. Ik heb gisteravond Undercover in Nederland gekeken. En ik moet zeggen, ik vond het heel heftig. Hij dook de wereld van de prostitutie in. Maar dan de prostitutie die vanuit een huis werkte. En niet zeg maar vanuit een bordeel. Ze lieten een collegaatje undercover gaan en de eerste keer toen ze een afspraak had, was die pooi er niet. Toen wist ze al wel heel veel los te krijgen van een oudere dame die daar al jaren werkte. De tweede keer was die pooi er wel. En het was dus de bedoeling dat als hun een bedrag verdienden, dat ze de helft daarvan aan die pooi gaven.
Maar na het gesprek was dus ook gewoon gelijk de bedoeling dat zij aan het werk ging. En dat vond ik wel even heel spannend. Want ik dacht, ja, maar dat is natuurlijk helemaal niet de opzet van het programma dat zo'n meisje daarvoor gaat werken. Dat hadden ze wel ingecalculeerd. Dus ze hadden ervoor gezorgd dat er een collega was die zich voordeed als klant. En toen deden ze gewoon net of dat bed heel erg heen en weer ging. Ze gingen gewoon dat bed een beetje wiebelen en zo. En toen hebben ze daar eigenlijk gewoon een beetje zitten praten. Maar daarna was die man ook gevlogen en die zagen ze dus niet meer terug. Dus toen hebben ze uiteindelijk weten te achterhalen waar hij woonde. En toen konden ze hem confronteren, maar dat deed niet heel veel, want hij ontkende natuurlijk alles. Maar ik vond het wel even heel spannend. Nou, daarna heb ik Million Dollar Island gekeken en heb ik ook mijn nagels gedaan. Was op zich ook wel weer leuk om te zien, maar ja, je merkt nu dat er wel echt... ja, gewoon heel veel gedoe ook onderling komt. En een team was helemaal ervan overtuigd dat die jongen zou winnen. En hij won niet. Dus ja, dan moest hij naar huis. Op zich wel leuk. Maar ik vind het ook niet erg als het straks weer afgelopen is. Ik ben op zich wel heel benieuwd wie er gaat winnen, hoor. Van al die kandidaten die nog over zijn. Maar het clubje wordt wel snel kleiner. Ik heb dit lakje opgedaan. Een roze. Hij heeft de naam. Kunnen we het lezen? Pink Blossom. Deze. Ik vind hem wel leuk. Ik heb mijn foto's bewerkt. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie begonnen. Die serie heet Hou Vast. Het is een Poolse serie. Het gaat over een moeder die spyware op de telefoon van haar zoon installeert. Haar man is het daar eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar zij vindt dat hij heel raar gedrag vertoont. Nadat er een vriend van hem is overleden. En zij kan dus zo zijn appjes meelezen. En daaruit blijkt dus dat hij... met zijn vriendengroep wat te maken heeft met de dood van die jongen. En nou wil ze die zoon vinden, want hij komt ook steeds niet thuis en zo. Ze begeeft zich een beetje op glad ijs. Ik vond het wel heel spannend, dus ik ben wel heel benieuwd hoe het verder gaat. Het is ook maar een miniserie, vind ik ook prima. Daarna heb ik gewoon flikken gekeken, dus dat was het eigenlijk ook wel. Dus niet heel erg veel spectaculairs of zo. Ik ga zo de kattenbakken doen. Ik ga het oude papier wegbrengen. De bloemen moeten helaas nu ook weg. Ik heb er echt wel intens van genoten, maar helaas zijn ze nu wel dood. Ik ga de douche doen en de gang. En ik moet even een was draaien, want ik heb heel veel handdoeken die gewassen moeten worden. Ik heb sowieso heel veel was. Dus deze week moet ik echt wel een beetje gaan wassen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Dus ja, ik ga maar eventjes wat doen. Dus die eerder ben ik ook weer klaar. Thank you.
ik heb alles weer klaar. Ik had het heel warm gekregen met schoonmaken. Gelukkig had ik een hemdje hier onderaan. Dus toen kon ik even mijn trui even uitdoen. Maar nu heb ik hem weer lekker aangedaan. Maar ik heb best veel gedaan. Al het oude papier wat weg moest is in de kliko beland. De kattenbakken zijn schoongemaakt. Ik heb de gang gedaan. De douche weer lekker. Ik heb me net wel gesneden aan een klein beetje. Ik weet niet, volgens mij stelt hij dit niet helemaal scherp. Papier weer. Altijd fijn. Ik moest een nieuwe doos met kattenbrokken openmaken. En ja, daar sneed ik me weer aan. Maar dat komt omdat mijn handen gewoon super droog zijn. Blijf smeren, maar ja, ze blijven nog wel heel droog. Wasje is lekker weggevouwen. Ja, de handdoeken die zijn voorlopig nog niet klaar, want dat duurt altijd heel lang hier. Dus die kan ik later pas in de droger doen. Maar ja, ook wel fijn dat die erin zitten, want dat rook ook best wel. Dus ja, wat dat betreft best wel lekker wat dingen kunnen doen. Dus daar ben ik wel blij mee. Dus ja, de douche lekker schoon. Maar ik merk wel dat ik nu minder zin heb om de toilet te poetsen. Omdat ik volgende week een nieuwe krijg. En dan merk je toch dat het een beetje... Het gevoelt een beetje alsof je het nu voor niks doet. Maar althans, je wil zelf natuurlijk ook op een schoon toilet zitten. En als je alleen bent, word je natuurlijk niet zo heel vies. Dat scheelt wel. Maar ja, dat was wel fijn. Ik heb nu wel een beetje hoofdpijn. Het is hier nou ook weer super zonnig. Ik heb de buitendeur even openstaan. Vond ik wel even lekker. De katten hebben nu het zachte voer van de Aldi gehad. Dat vinden ze heel lekker. Dus dat is wel weer een goeie. Dus ik denk dat ik voorlopig daar maar even ga halen. Dus dat is fijn. Ik ga zo even lekker relaxen. Even een aspirintje nemen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond heb je uitstel van executie ga ik kijken en ook de Meilandjes, de bijstand. Maar vanavond begint ook seizoen 1 van de Meilandjes, want VI komt niet meer terug. Dat had ik al verteld. En ze beginnen dus nu met het herhalen van de Meilandjes vanaf seizoen 1. En dat heb ik nooit gezien, dus ik vind dat wel leuk. Dat ga ik mij even opnemen. Verder wil ik vanavond een blogpost schrijven. En eventjes denk ik nog een... artikel inplannen voor morgen, want ik heb nog een preview staan die ingepland moet worden. Ik ga sowieso verder met houvast en ook weer met flikken, dus dat wordt het verder ook wel. Dus niet heel veel bijzonders op de planning. Sowieso nog even Animal Crossing spelen was wel leuk. Je had daar nu meidagen en dan kon je zeg maar met het vliegtuig naar een ander eiland en dan belandde je in een doolhof. En dan moest jij zelf de weg naar buiten vinden. Alleen je mocht niks meenemen vanaf je eigen eiland, dus geen gereedschap en zo. Dus dat maakt het wel moeilijker, maar... Ik heb het uiteindelijk gered, was wel leuk. Maar goed. Ja, Nathie belde nog even. Die vroeg of ik al een ander geheugenkaartje had voor de Switch. Die had ik nog niet. Toen vroeg ze of ze er eentje moest halen, want ze was toevallig bij de Action. Ik zeg, nou als je wilt, doe maar. Ze ging die even halen voor mij. Want ik heb het idee dat dit kaartje niet helemaal goed is, omdat hij heel vaak zegt van ja, het geheugenkaartje zit vol. Of er is te weinig ruimte. En vooral is dat met Fortnite zo, want die hebben best wel vaak updates. Dus... Goed, ik ga nu even lekker relaxen, dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 3 mei. Ik ben klaargemaakt en ik ga zo meteen naar mijn oma toe, gezellig. Het heeft eventjes geduurd, want ja, ziek zijn en mijn coachie werd ziek. Vorige week had ze al bezoek, toen kon ik, ja, ik had wel kunnen gaan, maar ik denk dat wordt zo druk voor haar, dus dat heb ik niet gedaan. Dus vandaag ga ik er eindelijk weer heen. Ik heb een zak drop voor haar. Want iets blijvends meenemen is gewoon een beetje lastig, omdat ze niet een heel groot kamertje heeft en een zakje erop. Ze was altijd gek op snoepjes, dus en af en toe een dropje moet kunnen. En ze zijn ook nog eens lekker zacht, dus je kunt ze gewoon opzuigen, dus ideaal. Dus ja, ik ben wel benieuwd of ze me nog herkent. Ik ga ervan uit dat ze het misschien niet meer weet, maar dat geeft niet, weet je. Ze hoopt 90 te worden dit jaar, dus dan mag het ook dat je dingen vergeet. Dus dat ga ik wel zien. En gewoon boodschappen doen, dus dat is het ook. Gisteravond heb ik uitstel van executie gekeken. Vond ik wel heel aangrijpend en ook wel heel erg zielig. Uiteindelijk kwam het wel allemaal goed gelukkig. Maar ja, ik vond hem wel heftig. Was ook de laatste aflevering. Volgende week komt er nog eentje. Dan gaan ze terugblikken, want het hele programma stopt ermee. Daarna heb ik de Meilandjes gekeken. Ja, het was weer gewoon hilarisch. Het was weer heel erg lachen en zo. Dus dat was wel heel erg leuk. Ik heb een blogpost geschreven... ik ben bezig geweest voor een artikel, een preview zeg maar, van weer een collectie. Maar die heb ik nog niet helemaal afgekregen. Dus dat probeer ik vandaag nog af te krijgen en anders later. En ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ik heb lekker houvast gekeken. Was ook wel weer heel erg spannend. En daarna flikken. Dus dat was het de avond.
Ik ga zo even schoenen pakken. Ik ga hier even stofzuigen. Mijn coach is hier 2:30. Dus dan kunnen we daarna mooi gaan. Maar zorg ik eerst even dat het hier wel weer even een beetje aan kant is. Ik heb net nog even gehouden vlees te vriezen gehad. Was ik vergeten. Niet heel erg slim, niet meer aan gedacht. Maar goed, kan gebeuren. Dus ja, ik ga jullie gewoon proberen weer mee te nemen vandaag. Dus nu ga ik eerst eventjes wat doen. Dus ik zie jullie later. Zo, lekker cake hè, oma? Ja. Ja hè? Goed. Nou, ik heb lekker koffie en ik heb snoep. Dus ik heb lekker koffie en jij hebt lekker dubbelvis. Insmakelijk! Zo jongens, ik ben weer terug van de boodschappen doen van mijn oma. Het is 5:30, het is al wel laat. Het was echt heel gezellig. Toen ik aankwam, lag ze eerst even te slapen. Dus zei ze echt, dus ja, ik ging heel voorzichtig wakker maken. Voel ik me altijd heel vervelend door als ik dat moet doen. Maar ja, we waren er al. En toen werd ze wakker, toen kwam gelijk de zuster al. Zal ik je even rechtop zetten? Ja, dat is wel fijn, dat weet ik niet hoe dat moet. Dus ja, kan ze mee koffie drinken? Ja hoor, dat kan gewoon. En mijn coach ging eventjes wat telefoontjes doen. Toen ging ik alleen met mijn oma koffie drinken. En mijn oma wilde liever een sapje. Dus ik had een cakeje gehaald voor haar met een sapje. Daar heeft ze niet heel veel van gedronken. Dus ik heb de rest van het sap opgedronken. Want ja, ik weet niet. Misschien vond ze het niet zo lekker. Ik weet het niet. Ze had niet zo dorst, denk ik. En toen zitten we daar te kletsen. Aan een tafeltje daarnaast zaten een man en een vrouw. En die man begint op een gegeven moment zijn jas aan te trekken. En die stopt bij ons tafeltje. En die zegt, ben jij een spontaan meisje tegen mij? Ik zeg, nou bedankt. En ja, want je bent denk ik met je oma. Ja, klopt. Nou, je gaat, doet het heel leuk met haar. En gewoon heel spontaan. Ik dacht, nou bedankt. Ik stond helemaal een beetje perplex van het compliment. En toen zei hij van, ja, jij was vroeger op school ook iemand. Hij was leraar geweest, vertelde hij. Die ook wel dingen organiseerde en te voortouw nam. Ik zeg, nou totaal niet. Ik was echt het stille type. Hij zegt, oh, dat had ik helemaal niet verwacht van je en zo. En ach, nou, wel heel grappig, maar ik kreeg zomaar een compliment. Dus ik was wel verbijsterd. We hebben daarom ook even gelijk wat boodschappen gedaan. Toen ben ik hier even naar de plus geweest. Ik zal even de boodschappen laten zien. De katten zijn nu aan het eten en dan ga ik zo meteen lekker douchen en dan ook lekker op de bank. Maar eerst even de boodschappen laten zien. Zo, ik zit. Oké, ik heb allereerst schnitzels. Tot wanneer zijn deze goed? De 9e, die ga ik donderdag eten. Moet ik alleen even uitkijken. Ik vind dit verpakking nooit zo heel handig. Dan heb ik lekker speklapjes voor maandag. Die moeten wel even in de vriezer, want die zijn we tot donderdag goed. Maar die dingen zijn overal ook hartstikke duur. Eventjes een flesje met frietsaus. De bonen, die waren lekker in de aanbieding. Heel mooi. Nog een keer de slaapwinkel meegenomen. Die waren nog steeds in de aanbieding. 2 voor 5. Dan heb ik hier een zakje met speklapkruiden. Want ik wist niet meer of ik dat nog echt had. Dan heb ik chocomel. Frikandellen. Ik heb snijboontjes. Die zijn tot de 9e. Ik kan even kijken. Ik weet niet wanneer het de 9e is. Op maandag, dat zou kunnen. Patat. En dan nog een tas. Even leuk inpakpapier voor het cadeautje voor mijn moeder. Vond ik wel leuk. Vond het wel een beetje moederdagachtig voor moederdag.
Kijk eens wat een rare briefjes je krijgt bij de Lidl. Dit zijn de bonnetjes van de Lidl nu. Een beetje raar papier. Oké. Ik heb nog twee leuke topjes gehaald. Kijk deze, die vond ik wel heel erg leuk voor de zomer. En die heb ik dan in zwart. We hadden nog precies twee jasjes, dus top. En nog een dik shirt. Dat is deze, die vond ik wel leuk met liefde is. Nou ja, liefde is bij mijn katten zijn eigenlijk gewoon voor mij. Vind ik. Ja, dat. Spekjes. En ik heb een aantal pakjes kippensoep gehad, want die waren nu in de aanbieding. Ik heb niet heel veel gehaald, maar ik heb gewoon even gekeken. Mocht ik nou denken, ik kom nog iets kort, kan ik het altijd nog even vragen voor zaterdag. Want ik ga zaterdag naar mijn lopen toe. Oh ja, wat ik olie hadden ze weer. Dat was fijn. Dus dat waren alle boodschapjes. Ik ga eventjes opruimen. Dan ga ik zometeen lekker douchen. En dan ga ik strakjes eten. Vanavond Married at First Sight kijken. Daarna niet zo heel veel. Ik wil de vlog verder even afmaken. Ik wil eventjes nog verder met het de preview artikel. Ik moet mijn foto's nog bewerken. Dus genoeg te doen. En dan ga ik vanavond weer houvast kijken. En daarna lekker flikkeren. Dus dat wordt verder ook de avond. Ik ga bij deze ook de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dat kan door op het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat ook een button met een belletje. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geplaatst. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!